Als er iemand lekker in zijn vel zit bij Jong AZ, dan is het Joey Roggeveen wel. De 21-jarige doelman stond de afgelopen 2 wedstrijden in de basis en hield 2 keer achter elkaar de nul. Dat is lekker, hè? Ja, dat zijn mooie dingen. Dus uiteindelijk als keeper zijn, dat doe je toch daarvoor. Dus als team zijn er 2 keer 0 gehouden. Ja, het zijn mooie resultaten. Hoe is het dan voor je als je dan in 1 keer weer 2 wedstrijden in de basis staat? Ja, gewoon top. Uiteindelijk wil je starten, wil je op het veld, wil je gaan staan. En als je er mag staan, is lekker. En ik was ready. Dat heb ik al aangegeven, ook bij de trainers. En als je er eenmaal op mag, dan doe je je dingen. Eindhoven, wel de betere ploeg. En hier weer Roggeveen. Ja, heel erg mooi. Joey die is natuurlijk al heel erg lang bij ons in de opleiding. En zit het hele jaar al zit hij op bij Jong, zat vorig jaar al bij Jong. Maar ja, nu krijgt hij 2 keer de kans om te keepen. En 2 keer de nul, nou, dat is het mooiste wat er is voor een keeper. En hij heeft het ook gewoon prima gedaan. Vind jij dat hij zich goed heeft ontwikkeld afgelopen jaar, afgelopen seizoen? Ja, Joey is sowieso een jongen die in de trainingssituatie altijd gewoon 100% traint. Of het nou in de gym is, of dat het op het trainingsveld is. Of het nou verschrikkelijk slecht weer is, of dat mooi weer is. Joey geeft altijd 100%. En daarin zie je ook dat hij gewoon steeds beter wordt. Het wordt gewoon een steeds betere keeper, wordt steeds betrouwbaarder. Wij vinden dat hij in de opbouw steeds betere keuzes maakt. Wij vinden dat hij in het bespelen van ruimtes achter de laatste linie steeds betere keuzes maakt. Met spelafvattingen durft hij steeds meer te komen. Ja, ik denk dat ik vooral op mentaal vlak goed ontwikkeld heb. Ik ben wat ouder geworden in mijn doen en laten, wat wijzer geworden. En dat uitzicht denk ik ook op het veld, qua keuzes die ik maak aan de bal en het rustige. Ik denk dat ik dat ze daar maar kan zien mee dat ik wel wat wijzer ben geworden en ouder ben geworden. En die ontwikkeling is niet alleen bij Joey terug te zien. In de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Eindhoven speelde Jong AZ niet goed, maar het sleepte wel de 3 punten over de streep. En dat is iets waar het in de eerste seizoen zelf vaak aan ontbrak. Daar is het eindsignaal. De overwinning is er voor Jong AZ. Wat ik voor mezelf merk met als wat levende team, iedereen wilde gewoon winnen. We merkten gewoon dat die laatste 10 minuten moesten we gewoon voor elkaar door het vuur gaan. Dat hebben we gedaan, dus ik denk dat dat wel een groot verschil is met het eerste seizoen zelf. Is dat een stukje volwassenheid, een stukje ervaring dat jullie meegekregen hebben in de afgelopen wedstrijden? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik denk het wel. Ik vind het lastig oordelen omdat ik niet natuurlijk altijd erop heb gestaan. Maar iedereen wordt natuurlijk met de dag ouder, iedereen wordt wijzer. Dus dat merk je wel op het veld. Vrijdag speelt Jong AZ alweer de laatste wedstrijd van het seizoen. Op de Kalverhoek speelt het team van Koen Stam en Michel Vonk tegen Sparta. En ook in die wedstrijd zou Roggeveen zomaar weer eens onder de lat kunnen staan. Dat zou zomaar kunnen. Ja, het is op dit moment zo dat Rodi en Jasper allebei geblesseerd zijn. En Joey heeft het goed gedaan. Dus als die jongens beide niet herstellen, zal Joey wederom onder de lat staan. En dan zou het fijn zijn als hij de derde keer op rij de nul kan houden. Ja, wat krijgt hij dan van je als hij 3 keer op rij de nul houdt? Dan krijgt hij van mij een lekker drankje. Ja hoor, bij deze beloofd, Joey.